We gaan een gerecht maken, eenpansgerecht. Witloof, gehakt, spek, aardappel, mosterd, kaas. En een lokale blonde erbij. Zo, we gaan beginnen met onze patatjes. Dus ik ga er een patatje bij doen en zo in de oven. In brunoise gesneden. Brunoise, dobbelsteentjes. Ik ga die pel eraan laten. Ik heb die aardappel mooi gewassen. En we gaan dat gewoon... In feite ga ik een gerecht maken met witloof. Dat is echt iets voor fier op te zijn. We zijn het enigste land hoe dat witloof is. Hè. Maar wel nog landen die dat proberen te doen, maar... Nee, ze kunt niet. Hij zegt ook iets dat je moet leren eten. Ik weet dat er veel kinderen dat niet graag eten. Maar we gaan er iets leuks van maken. En dat is iets dat je moet leren eten. Ik ga dat gewoon simpel... ons patatje zo bakken. Hè. Pannetje nemen. Fire in the house. Goeie boter. Voilà, zie. Ons patatjes erbij. En we gaan dat gewoon heel simpel bakken. En straks in de oven doen. Beetje zout erover. En dat komt wel goed. Goed? Oké. Okay. Gehakt balkjes. Gehakt. Goeie gehakt, hè. Wen ook. Het witloof is best. Maar het is geen één land dat zo'n goed gehakt kan maken zoals wij. Naar Frankrijk moet je niet gaan voor gehakt, hè. Wat gaan we daarbij doen? Een eitje. Zo. Doen we dan nog bij een shallotje. Shallotje pellen, schillen. Dus in feite ga ik een gerecht maken met witloof. Iedereen kent witloof met kaas en esp. Dus we gaan ons vlees hebben, het gaat kaas bij zitten. Er gaat een appeltje bij. Dat is zo'n beetje veranderen, hè. Maar toch gaan we die smaken terugvinden. We eten ongeveer 4 kilo witloof per persoon in België per jaar. Dat is niet genoeg, hè? Wat? Het is niks dat beter is dan witloof. Je moet dat ook leren eten, hè. Ik mocht dat als ik kind was ook niet zo graag. Ik heb dat leren eten en nu zou ik het iedere dag eten. Oké, wat doen we dan nog bij? Beetje broodkruim. Beetje mosterd. Moet dat witloof eer aandoen. Kaas. Moet dat gewoon in stukjes snijden. Nu gebruik ik hier Flandriën. Maar je kunt daar allerlei Belgische kazen voor gebruiken. De buitenlandse kaas is daar niet lekker bij. Juist onze kaas is lekker. Uiteindelijk is het zo, hè. Niet te veel, hè, maar niet overdreven. Maar toch, dat gaat lekker zijn met ons gehakt. Af en toe een keer aan schudden, dan kleeft dat zo niet. Zo, gewoon wat in stukjes. Kaasje nemen uit de streek. Nu gaan we dat mengen, hè. En die aardappeltjes ga ik echt krokant bakken. Als gehakt gaan we goed dat eitje, die kaas, dat broodkruim. Eerst die wandjes wassen altijd, hè. Zo, als je zo'n feestje hebt... Het is toch altijd heel belangrijk dat je Belgische producten gebruikt. Of streekproduct. Vind ik, hè. Is dat goed? Oké, ik ga mijn bouletjes maken. Kleintjes. Niet te groot. Balkjes.
Dat is weer al kindvriendelijker. Het zit er een beetje kaas in ook. Wie mag er nu geen bouletjes? Hè? Dan met witloof. Voilà, zie. En dat ongelooflijk, dat witloof is ooit, denk in Schaarbeek, Brusselse, voor de eerste keer gekweekt in een kelder bij iemand. Zot, hè? Dus onze patatjes, die zijn dus in die korte tijd al gaar, hè? Opgelost, kleine sneden. Bouletjesbak. Eerst gaan we ons bouletjesbak. Klein beetje boter. Hè. Boter is goed. Hè. We gaan dat gewoon op zijn gemak laten bakken. Hè. En ook een keer door elkaar roeren. Zo. Dan gaan we beginnen aan ons lekkere witloof. Kom maar goed. Met die kaas daarbij, dat gaat heel lekker zijn. Weer een beetje boter. Geen olie, maar boter. En gewoon gaan we dat witloof zo in vier snijden. En we gaan dat gewoon heel ruw. Dat gaat lekker zijn. Daar is nu toch geen werk aan. Hè? Hey, iedereen kan dat. Hè? Gewoon zo. Hup. En nu gaan we dat gewoon in de pan. Zo. We gaan er wat peper en zout op doen. We gaan dat witloof eigenlijk gewoon kort stoven. Ik ga er een beetje spek bij doen. Een appelke voor een beetje zoetigheid. Kindvriendelijk. Een Belgische appel, een lekkere appel. Oké, wat spek. Lekker spek. Voorgekookt, gehaard, traag gehaard. Heel lekker, hè. We gaan dat gewoon fijn ertussen doen. Hup, dat is voor mij. Spek. Heeft heel veel smaak, hè. Lekker hier. Witloof à la minuut. Onze bouletjes. Zijn goed bezig. Ik ben er content van mijn bouletjes. Gaan we dan nog mee doen, zoals ik gezegd heb, een appelje. Hè? Altijd goed. En voor de kinderen, voor een doen witloof te eten. Nooit niet slecht, hè. Doet er een appelje bij, dat geeft zo wat zoetigheid. Ik doe bijvoorbeeld nooit geen suiker bij mijn witloof. Er zijn veel mensen die dat doen. Mij mogen dat doen, maar ik doe dat nooit bij. Zo, we gaan dat gewoon niet te fijn, dat moeten ze nog terugvinden. Heel goed samen onze appel met ons witloof. Witloof kun je toch van alles mee doen. Koud, in salade, gebakken, gestoofd, gekookt. Onze appel erbij. Jongens, dat gaat lekker zijn. Ik heb zo een zoetzuur Belgische appel gebruikt. Niet te zoet, niet te zuur, niet te bitter. Zo'n zoetzuur, zijn er genoeg. Hè. En nu ga ik daar een Belgische blond erbij doen. Doe daar een goed bierke bij. Een blondje van in de streek. Dat niet te bitter is, niet te zoet, niet te zuur. Het loopt er genoeg rond. Hè. We gaan dat gewoon blussen. Op ons witloof. Met ons bier. Geen te bitter bier nemen. Hoe goede blonde moet zijn. Kijk, we gaan dat een klein beetje laten reduceren. Niet veel. En dat ook belangrijk is, als je aan het koken bent, dat je er al hoest in krijgt. Niet in die blond, hè, maar in dat eten. Voilà, zie. En nu gaan we heel dag heel blussen met een klein beetje room. Dan lijkt dat de witloof met kaas en espeet
In de plaats van een bechamelsaus kan ik daar een heel romige saus bij gieten. Dan heb je dan de kaas dat hierin zit. Onze patatjes voor de finesse. Ons witloof, spek. Onze blonte. Ik ken thuis de blonte. Ik ga een klein beetje witloofsalade daarbij snijden. Zo voor te spelen, hè? Dat dat zo leuk is. Een beetje rauw witloof. Zo voor dat speelse. En een klein beetje appel. Een appel is toch altijd lekker, hè? Zo, dan hebben we toch iets om zo een beetje af te werken. Peper en zout voor op onze plaat. Salade van witloof met de appels. Alles rauw. Lekker, hè? Mijn bordje. Simpel, maar goed, hè? Ik heb proeven. Zo, dat bittere van dat witloof is dat voor de kleine gasten ook wat uit. Maar het is heel lekker. Dus ik proef eigenlijk echt dat witloof. Ik kan dat gewoon heel simpel op bord leggen. Zo, gewoon dat witloof met een beetje spek. Met een appelje. En dat zie je. Dat appeltje gaat er ook goed bij. Die blonde gaat ook content zijn. Bij witloof eten, hé, dat moet een feest zijn. Witloof eten is een feest. Een keer hier. Kijk, dat is echt een plaat, hé. Dat is witloof in al zijn glorie. Een bouletje. Met die kaas daarin, die mosterd. Onze patatjes erbij. Krokantje patatjes. Een appelke, nog een beetje rauw. Een beetje witloof. Rauw. Voilà, zie. Hey. Witloof, dans toute sa gloire. Witloof, in al zijn glorie. Met gehakt, spek, mosterd en appels, hey. En een schone blonde van in de streek. Dat niet bitter is, maar die zacht en teder is. Vive le witloof!